Leeuwarden krijgt weer een aftelfeest op het Oldehoofster Kerkhof. Het feest werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was toen een succes. Hele families kwamen er naartoe. Het aftelfeest kost 50.000 euro en maakt deel uit van een reeks winterevenementen. We krijgen voor de tweede keer een aftelfeest in Leeuwarden. Ja, inderdaad. Ik ben heel blij om te kunnen mededelen dat we dat ook dit jaar weer gaan organiseren. Vorig jaar was het een succes. Ja. Vorig jaar was het een heel groot succes. We weten natuurlijk allemaal dat in de aanloop ernaartoe, het was best ingewikkeld om het nog op zo'n korte termijn allemaal voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het dit jaar gewoon op tijd allemaal aan te pakken en te organiseren. En in Oudejaarsnacht zal in Leeuwarden een heel groot aftelfeest zijn met muziek en dans en gewoon een hele feestelijke gebeurtenis. Het feest maakt deel uit van een themafeest, een winterfeest. Ja, het is eigenlijk het idee dat we proberen om in de winter de evenementen een beetje te stroomlijnen. Wat we in het begin vroeger wel eens zagen, was dat we eigenlijk elkaar een beetje zaten te concurreren soms in de winter. En dat is een beetje jammer, want dan loopt het aantal evenementen en gebeurtenissen in zo'n stad natuurlijk toch een beetje terug. En wat we nu proberen met een soort winterfestival is om het zo te organiseren dat als het ene evenement of gebeurtenisje afgelopen is, dat het begin is van een andere mooie tijd in Leeuwarden. Het feest kost 50.000 euro. Wat krijgen we daarvoor? Nou, daar krijgt u een compleet georganiseerd feest voor, op een veilige plek. Dat wil zeggen dat u muziek wordt aangeboden. U kunt natuurlijk gebruik maken van de horecavoorziening of voorzieningen die daar zullen zijn. Daarnaast wordt natuurlijk een prachtig vuurwerk afgestoken. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan en dat zal dit jaar ook weer plaatsvinden. En bij dit alles komt natuurlijk ook dat u dit feest kunt vieren gewoon in een veilige omgeving. Is het ook uit tactische overwegingen dat dit feest er is? Ja, tactische overweging, dat klinkt een beetje alsof we het aan het manipuleren zijn. Zo zou ik het niet willen stellen. Maar we proberen wel ook om in de binnenstad het veilig te organiseren. We weten natuurlijk al jaren dat mensen heel graag de Oudejaarsnacht willen vieren in gezelschap van anderen. En niet alleen thuis. Groot en klein, alles loopt daar door elkaar. En we hebben geprobeerd om ook op dat Oldehoofster Kerkhof het dan zo te organiseren dat iedereen ook veilig deel kan nemen aan de festiviteiten. Binnenkort maakt de gemeente Leeuwarden het exacte programma bekend. Wanneer kunt u wat meer vertellen over wat er precies gaat gebeuren? Nou, ik denk dat we misschien over een week of twee precies kunnen gaan uitduiden wat we allemaal in de winter van plan zijn hier in Leeuwarden. En dan kom ik echt, ik beloof het, met heel veel meer informatie naar u toe.